dan gaat die rol van de luchtmacht veranderen? De F-35 zal wel alle taken van een F-16 over kunnen nemen. Dus in dat geval blijft de rol hetzelfde. Maar een F-35 kan ook nog vele taken extra doen. Mm-hmm. En de F-15 is bijvoorbeeld... Want daar kunnen jullie mee meten met die Raptor, hè? Dat twee keer. En dit is dan niet zo verschrikkelijk snel. En dit is dan niet zo verschrikkelijk spannend. Maar dit is weer dit zo'n mooi vliegtuig. De zee... Zoals hier weer een hartstikke goede. De flares, die puin die ze afschieten, hebben eigenlijk niks met de bommen te maken, maar hebben ermee te maken. Dat klopt. Ze zijn best wel hetzelfde. En, tussen de vlieger in de lucht en de soldaat op de grond. Ja, gebeurt. Ja, zeker. Op dit moment vliegen we ook natuurlijk in Irak en Syrië rond. En eventueel als men luchtsteun wil, dan kunnen ze het via de radio aan ons vragen. Oké. Okay. Ja. We gaan er zo naar luisteren en kijken. Dames en heren. Van links. Je ziet hier dus ook de flares van de F-35. Nou, die werken net zo. Al een fijne videogame in. Jazeker, de helm van F-16 is ook al
goed ontwikkeld, waarbij ook wel informatie op je helm gedisplayed wordt. Ja, daar kun je niet mee. Versies inmiddels in gebruik van de Chinook. Opbouw tientallen jaren geleden met oude instrumenten, klokjes. En tegenwoordig zitten er prachtige televisieschermen, computerschermen, waardoor heel veel informatie op verwerkt wordt. Want tegenwoordig gaat het niet zozeer om slagkracht en dat soort dingen, maar computers. Dames en heren, vandaag wordt het commando van de Koninklijke Luchtmacht overgedragen van Luitenant-generaal Schieke aan de Luitenant-generaal Dennis Ruit. Die overdracht wordt gedaan door middel van de Koninklijke Luchtmacht. De ceremonie wordt geleid door de paradecommandant. Dames en heren, de F-35 Lightning II. Dit soort oefeningen waarin samengewerkt wordt met alle andere luchtmachten, wordt er ook samengewerkt en ondersteund bij bijvoorbeeld de... Waardoor de zaak afgeremd wordt. En ook hier ziet u de staart hoog omhoog staan, horizontaal stabilisator. Prachtig. Weer naar zijn plekje op het platform van de kast. Dus volgens de hekken voorbij.